Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag. Onze 25e verjaardag. Oh my god. Nou, zusjes, hè? Marie en Julie. Maar wij zijn dus super trots op jullie. Zo, dat was de eerste, de first one. Oh, ik wil niet janken. Thank god I have waterproof eyeliner. Want ik hou gewoon zoveel van jullie. Jullie zijn echt als zussen voor mij. Ah, oh, dit wordt echt een stomme vlog zo. Ja. Als jullie kan papa. Welkom bij weer een nieuwe vlog van onze 25e verjaardag. Oh my god. In deze vlog ga je zien hoe wij het vieren met onze familie online. En hoe zij onze lieve berichten inspreken. Eigenlijk hadden we een party in pink. Dus we hebben ook daar een roze aan. Dus een kleine sneak peek van onze birthday-outfits. Dus ben jij benieuwd wat we allemaal in deze vlog gaan doen? Blijf kijken. Je ziet ook onze allereerste verjaardag als we 1 jaar werden. Dus alle jeugdsentimenten. Dus blijf kijken, blijf commenten. We love you all. We love thank you, you for en watching. En heel veel kijkplezier. Love. En jank. Ja. Love. Reiners. Mwah. Daar zijn ze! Wij bestaan met die ogen van. Oh, wat leuk! Allemaal roze! Romania. Jouw zusjes, hè? Nou, dat is fijn. Marie en Julie. Wie is wie nou? Links is Marie en rechts is Julie. Is dit Marie? Ja. Ja, dat kan ik vaak liever betekenen. Kijk jij, Marie, Romee heeft jullie. Wat ben je? Kijk, ze wakker worden, wakker hoor. Zie je? Ja, hoe ziet onze verjaardag eruit? Wat gaan we doen? We gaan onze verjaardag niet vieren, helaas. Nee. We gaan wel ons hele kantoorpand versieren om een mooie foto te maken in onze beursinteresse. Ja. Die we nu nog niet laten zien. Want we hebben een kleine sneak peek. Normaal gesproken hadden we een party in pink gegeven. Dat heeft onze moeder eigenlijk om de 5 jaar hadden we dat. Is echt alles roze. En we hadden het nu voor het eerst heel groot gedaan. Het gras werd roze. De versiering werd roze. Romee deed eten roze. Onze ouders waren roze. De gasten waren roze. Maar ja, vanwege het virus kunnen we het helaas natuurlijk niet vieren. Dus nu kwamen we het idee om het toch een beetje met jullie te delen. En ook voor onszelf om toch nog een mooie herinnering te hebben. Om het in de vlog met jullie te delen. Ja, want we worden toch 25. En wij vinden het wel echt een heel belangrijk jaar voor ons. Oh my god. Oh my god. Je wordt heel emotioneel, denk ik. Hi girls. Hier een berichtje uit Frankrijk. We kunnen vandaag helaas niet samen zijn. Normaal gesproken ben ik altijd bij jullie, dat weten jullie. Maar ik zit helaas vast in Frankrijk. We gaan het zeker inhalen, dat komt helemaal goed. We zijn natuurlijk al super lang vriendinnen, dus we hebben onwijs veel herinneringen. Eentje die toch wel bovenaan mijn lijstje staat is Moskou. Wat was dat bijzonder. Om samen naar zo'n gaaf land te gaan. Onwijs veel gedoe vooraf, maar uiteindelijk het was het super waard. Wat hebben wij een fantastische tijd daar gehad. En ik hoop echt dat we nog veel van zulke tripjes kunnen maken samen. En wat me eigenlijk het meest dierbaar is, zijn onze herinneringen van vroeger. De diddelblokjes verzamelen. De smurdies zakjes maken met het wasverzachter van mijn moeder. De onderkant van onze haren een gekke kleur verven. Mijn moeder knipte dat er zo stiekem weer af als ik mijn tanden stond te poetsen. Want die vond dat niet zo leuk. Alle Disney films die we vroeger samen hebben gekeken. Alle verjaardagspartijtjes, zoals je dat vroeger noemde. We hebben zoveel leuke dingen meegemaakt. En wat nou zo speciaal is aan onze vriendschap, is we kennen elkaar al zo lang. We waren klein dat we vrienden werden. We zijn volwassen geworden, tenminste. Nee, we zijn allemaal andere personen. We verschillen zo erg van elkaar. Maar ondanks dat zijn we gewoon nog steeds beste vriendinnen. Maakt niet uit dat de een anders is. We matchen gewoon heel erg goed samen. Terwijl we super verschillend zijn. En dat waardeer ik enorm aan onze vriendschap. Jullie zijn er altijd voor mij. Maar ik zal er ook altijd zijn voor jullie. En ik hoop dat we elkaar snel weer zien. Happy birthday. Fijne dag vandaag. En tot snel. Zo, dat was de eerste, de first one. Oh, ik wil niet janken. Thank god I have waterproof eyeliner. Ik weet niet waarom. Het is gewoon... Ja, misschien ook omdat ik ook heel erg missen. Ja. Dan komen we echt, denk ik, sinds... Oeh, sinds... En laat me denken, de laatste keer was ze hier in maart. En toen zijn we nog, en we zien we nog een beetje onze verjaardag, met onze sample sale. En ze zou hier nog komen voor de concerten die ze had geboekt met haar moeder. En alles is natuurlijk afgezegd. Dus het is gewoon ook, en ze heeft natuurlijk heel veel lieve woorden gezegd. Ja, en zoals Co is ze altijd op alles goed voorbereid. Ja, ik zag helemaal eens met een papiertje dingen aan het voorlezen was. En dat is echt typisch iets van Co, wat we ook verleren van Co, dat ze altijd voor ons klaarstaat. En wij ook altijd voor haar. En we hopen ook dat we snel weer die tripjes kunnen doen. De eerste trip zal sowieso naar jouw huis zijn, Co. Frankrijk. Ja, om lekker gezellig daar te chillen tijdens de zomervakantie, als het nog kan. Dus ja, ik weet niet. Ik ben sowieso een emotioneel wrak. Zo! Oplaag. Oké, nou, we love you too. Mwah.
Very much. Very much. Oké, are you ready? Volgende zijn. Yo, okay. Nou, hartstikke gefeliciteerd natuurlijk met jullie 25ste verjaardag. 25 alweer, wat worden we oud. Ja, mijn leukste herinneringen met jou, Jules, zijn toch wel gewoon dat we toen hier de huurauto hadden. En dat we keihard gewoon bijna over de kop vlogen omdat we niet wisten hoe die werkte. En dat die telefoon op je voorhoofd knalde vanuit het dashboardkastje. En dat je zei, pak je rest. En nou, wat hebben we toen gelachen. Echt gejankt gewoon. Marie, met jou zijn mijn beste herinneringen toch wel van vroeger, denk ik. Dat wij gewoon urenlang Sims aan het spelen waren. Dat is gewoon jeugdsentiment. En natuurlijk onze herinneringen in onze jaarlijkse vakanties in Ibiza, in Marbella, in Zwitserland. Ja, het zijn gewoon vakanties die vergeten we gewoon nooit meer. Dat zijn echt, die staan hoog op de lijst van de beste vakanties die we hebben gehad, denk ik. Ja, ik ben gewoon heel erg trots op jullie. Wat jullie hebben bereikt en wat jullie nog gaan bereiken. Ja, en ik waardeer gewoon het feit dat jullie altijd voor mij klaarstaan. Same trouwens, ik sta natuurlijk ook altijd voor jullie klaar. Want ik hou gewoon zoveel van jullie. Jullie zijn echt als zussen voor mij natuurlijk. We hebben ook een paar jaar naast elkaar gewoond. Elke avond met elkaar op de bank gechilled. Terwijl iedereen aan het uitgaan was, gingen wij gewoon chillen. Tot de max gewoon. We hebben zo'n band, dat is bizar. Ik wil jullie nooit uit mijn leven kwijt. En ik weet dat dat ook geldt voor jullie. Dat jullie dat ook voor mij voelen. En ja, we gaan er gewoon weer een te gek jaar van maken. Hoe ouder we worden, hoe leuker het wordt, denk ik. Ik hoop dat we nog steeds een leuke verjaardag kunnen doen dit jaar. En ik hou, nogmaals, ik hou gewoon van jullie. Mwah. Nou, ik wist niet iedereen zo zijn best zou doen. Goh. Ik denk gewoon, happy birthday, love you. Love you, we gaan door. Nou, Chris, super lief. We weten ook dat we een hele goede band samen hebben. En echt waar, you are my personal screamer. Je bent mijn Jonathan van Kim Kardashian. Weet je wel, die band ben jij. We hebben altijd gezegd, als we later mega bekend zijn, is Chris voor ons de personal screamer. Onze supporter. Hij support ons echt in alles wat we doen. En wij hem ook. En we proberen zoveel mogelijk. Ja, iemand die zegt, we wonen bij elkaar in de straat. Dat is gewoon super makkelijk. En we hebben nooit een broertje gehad, maar Chris is echt wel echt ons broertje. Ja, dus dat denk ik mensen ook heel veel. Dank je wel weer voor ook jouw lieve woorden. Ik probeer niet steeds te janken. Had ik nou maar geen smokey gedaan. We hadden eigenlijk gewoon beter geen make-up op kunnen doen. En daarna gewoon make-up. Ik dacht gewoon dat iedereen gewoon niet ik zie er nog wel goed uit. Zijn best zou doen. Ik heb nog één wateroog hier. Ik denk dat we met Jan heel erg hard gaan lachen. Dus dat scheelt denk ik wel weer. Ja. Dus Chris, love you. Big time ook. Nou, super lief dat je dit ook wilde doen. Dat we toch nog met familie een beetje bij elkaar kunnen zijn. En we gaan zeker onze verjaardag nog vieren. En oh my god, die ervaring met die auto. Ik weet het helemaal niet. Waar was dat? Oké, ik had toen die huurauto en hij wilde New York pizza halen. Maar hij haatte die auto. Dus ten eerste had hij zijn licht niet aan. Het was donker. Want hij wilde niet dat iemand zag dat hij in die auto reed. En het was nog niet een automatisch slot. Dus hij zegt, ja, ik laat hem gewoon openstaan, maar toen niet gestolen. Maar het was gewoon een draaislot. Dus toen onwijs veel gelachen. En inderdaad stond voor een stoplicht. En opeens werd de groene Chris ging echt met 100 door de bocht. Omdat hij die auto niet kende. En ik klapte vol naar mijn hoofd tegen het dashboard op. Mijn telefoon vroeg en ik zei, pak je rust! Keihard. Ja, we hebben zoveel leuke dingen gehad. Dat we op de snelweg reden. Dat ik opeens Chris met zo'n lampje zie onder zijn gezicht, weet je wel. Ja, we hebben gewoon 100.000 te leuke dingen. En ook altijd met Chris Sims. Ik heb denk ik, mijn hele jeugd is Sims. Ja, met Chris. En hij is sowieso altijd van de architectuur geweest. Ook met de tekeningen. Zijn huizen waren altijd het mooiste. Was ik echt stiekem wel jaloers op. Ja, we love dus. Oké, okay. Next. Mijn allergrootste liefde. Gefeliciteerd met je verjaardag. We kennen elkaar nu al zo lang dat ik ook op je eerste verjaardag was. En dan is het gek dat ik nu weer op je 25e verjaardag ben en dat we samen zijn. Mijn allergrootste liefde en ik hou wel veel van je. En Marie, mijn allerknapste, liefste, aardigste, schoonzusje. En Romee ook schoonzus. Gefeliciteerd met je 25e verjaardag. En dat we nog vele jaren mogen vieren. En ik hou van jullie. En misschien ook jullie verjaardag. Oh, nou, dat is helemaal niet kort. Ja, Mike houdt dus totaal. Hij vindt het prima om in de vlog te zitten, maar niet. Sowieso, heel veel familieleden zijn dat ze het heel ongemakkelijk vonden. Ja. Omdat wij het natuurlijk wel gewend zijn. Maar voor hun is het wel echt heel gek om opeens. Maar ook iets heel intiems eigenlijk over ons te zeggen. Ja. Nou, ik ben ook heel blij dat Jules zo gelukkig is met mij. En jij bent ook mijn knapste, liefste, leukste, schoon. Ik heb echt een zakdoek nodig. Ja. I love your liefde. Ik had gewoon geen smokey moeten doen. Even kijken, ik was echt deppen. Zoals mijn oma altijd zei. Deppen. Niet wrijven, maar deppen. Nee, ik ben gewoon heel erg gelukkig met Mike. En dat ziet iedereen ook. En ik ben ook gelukkig omdat ze zo gelukkig is. Dus love you. Oké, okay, wacht, waar even mijn snotneus? Nou, dat jij het zo gelukkig. Ik dacht dat ik het was. Ja, maar jij, wacht maar tot jij gaat janken straks. Ja. Oké, okay, nou, in ieder geval love you to the moon and back. Oh, to the universe. Hier gaan we weer. Hallo lieve schatjes, gefeliciteerd met jullie 25e verjaardag.
Ja, Marietje, ik heb je hier vast. Dat is Julietje. Hartelijk gefeliciteerd met jullie 50 verjaardag. Mart en Joy. Ik wens jullie een hele fijne, gezellige dag en nog vele, vele jaren toe. Oh, onze ouders. Dag, ik ben Jan. Ik heb het niet zo. Nee, in ieder geval. Nu mag jij. Stop it! Nee, in ieder geval. We zijn super blij met onze ouders. Ze zijn altijd voor ons klaargestaan. Oh, dit wordt echt een stomme vlog zo. Ja. Nee, ze hebben altijd. Ze alleen maar tuiten, janken nee, en deppen. Ze hebben altijd voor ons klaargestaan. Met alles geholpen. Met Reinders. Maar niet alleen met Reinders. Ook gewoon altijd met school. Met. Vriendjes, met huiswerk, met alles. En mama was altijd echt een creatieve mama. Dus vroeger hebben we echt heel veel kleding gemaakt. Leuke dingen ondernomen. En gewoon altijd creatief bezig is in de tuin. Dus we konden eigenlijk ons helemaal een ding doen wat wij altijd het leukste vonden. Dus het scheelt wel echt. We zijn nog bij elkaar. Dat zie je ook niet heel vaak. We hebben gewoon de meest lieve ouders die er op de wereld bestaan. Voor ons, hè. Want ik bedoel, iedereen heeft lieve ouders. Maar voor ons kunnen geen betere ouders wensen. Dus dankjewel voor die leuke versiering over de achtergrond. En dat was mama's creatieve idee natuurlijk weer. We houden heel veel van jullie. We zijn vandaag echt jarig. Ja. Maar we vieren het niet echt. We vieren 21 juli in de tuin met mooi weer. Maar Julie kan papa zijn. Dit is Jan. Nee, ja. Jan. Oh, geef Jan een kopstoot. Jantje. Marie, ga even zwaaien naar tuin. Bedda, Marie. Bedda. Ja. Gefeliciteerd! Wij zijn super trots op jullie. Ja, ik wil even uitleggen waarvoor wij zo trots op jullie zijn. Jullie zijn al 25 jaar mijn zusjes. En wij zijn super trots op jullie. Omdat jullie zo goed bezig zijn. Elke dag, dag in dag uit, zijn jullie met jullie merk volop aan de gang. Jullie hebben Reinders zo groot gemaakt. En ja, daar ben ik super trots op. Elke dag weer verzinnen jullie de leukste ideeën. Jullie zijn gewoon zo goed bezig. En het mag echt een keer gezegd worden. Want dat wordt niet zo vaak gezegd. Maar wij zijn dus super trots op jullie. Ook vind ik het super leuk dat onze band steeds sterker en sterker wordt. Want je ziet nu, naarmate we ouder worden, hoeveel we aan elkaar hebben. En dat is zo fijn dat wij met z'n drieën sterk staan. En dat waardeer ik onwijs. Nou, we houden heel veel van jullie. We hopen dat jullie dit een leuk filmpje vinden. En dat jullie vandaag gaan genieten van jullie verjaardag. Ondanks deze rottige tijd. Maak er gewoon het leukste van. En ja, we houden van jullie, hè? Zeker. Love, Reinders. Ah, die gamba met het stokje in zijn mond. Dan gaan ze weer gewoon gaan lachen, die gamba. Wil ik huilen. Nee, super lief. Dit is ook echt wat Romee zegt. Naarmate we ouder worden, krijgen we wel steeds meer dezelfde interesses. Iedereen krijgt natuurlijk ons eigen huisje. De vrienden worden serieus. Ja, ik denk het is gewoon, je krijgt gewoon steeds meer waardering voor de mensen die om je heen staan. En alle vrienden die erbij horen, ja, weet je. Die vallen allemaal af. Die gewoon niet meer matchen. En naarmate je ouder wordt, hou je gewoon eigenlijk de mensen over waar je gewoon het meest aan hebt. Dus dat is eigenlijk onze wijze les als 25-jarige. En hoe blij moeten we zijn dat we elkaar hebben. Ik bedoel, er zijn heel veel meisjes vreemd om ons heen die geen zus te hebben of geen grote familie. En wij zijn zo dankbaar voor onze familie. En ook voor onze zwagers. Ik bedoel, ik hou van Jan en ik hou van Daan. Nou, jij jankt ook. Ja, maar niet zo heel extreem als jij. Soms heb ik even een momentje. En we waarderen Romee ook heel goed. Ze support ons altijd. We supporten elkaar altijd. Ze zijn ook onwijs trots op haar eigen zaak en onderneming. En ook wat ze allemaal doet voor ons. En de catering die ze altijd doet voor onze modeshows en events. Dus we supporten elkaar altijd. En we blijven ook de rest van ons leven doen. We noemen elkaar altijd Blood Sisters. Bij Blood. Dus we love you too. Ook heel veel. Heel erg veel. Mm. Oké, ik ga nu niet meer huilen hoor. Echt niet. Nee. Hey lieve duivel, ik mis jullie heel erg. Ik vind het echt heel erg jammer dat ik heel, ik kan het wel heel veel keer zeggen. Heel erg jammer dat we niet op jullie verjaardag kunnen zijn. En ik hoop dat jullie nog een hele, hoeveel keer kan ik zeggen, fijne dag hebben. Doei. En één dingetje, ik kom jullie nog een knuffel geven. Want we wonen bij elkaar in de slaap. En dat is het fijne van familie. Doei. Hans, groetjes elkaar. Oh, lief, ons lieve kleine duifje. Hij is al zo wijs en zo. Hij begrijpt zo erg nu de situatie. Ook dat we elkaar niet kunnen zien. Wat heel gek is voor ons. Ja, want wij zien echt elkaar altijd. Al is het dat we langs rijden, eventjes langs de straat. En dat we tuteren, dat we even stoppen. Of dat we bij elkaar gaan theeën. Dus lieve duif, super.
super trots op jou ook. Dat je dit weer hebt voor ons ingesproken. Dat je tijd hebt. En we denken ook echt dat jij later de bekendste vlogger ooit wordt. Want dat wil je heel graag worden. Zolang je dat wilt is dat helemaal fijn. En hij heet Duifjes. Want vroeger vroeg Frey hoe wij hem wilden noemen als eigenlijk. Bijnaampje. Als bijnaampje. En toen dachten we nou, het zijn mijn duifjes. En nu is het gewoon geworden dat het nu onze duiven zijn. Ja, en een paar jaar later is het eigenlijk nog steeds de Duifjes. Maar zijn echte naam is natuurlijk Rover. Ook een hele leuke naam die jullie denk ik nooit hebben gehoord. Dus dankjewel lieve duif. We love you en we missen jou ook heel erg. Ja. Lieve duifjes, gefeliciteerd met jullie verjaardag. Hoi lieve duif, ik mis jullie heel erg. En ik hou van jullie echt. Gefeliciteerd met jullie 25e verjaardag. En echt een beetje stom dat we het nou niet samen kunnen vieren. Hoe we het normaal zouden doen, een grote party in pink. Maar daarvoor hebben we toch eventjes een goede locatie gezocht. Waar toch een beetje pink terugkomt. Kijk maar, je ziet het wel. Speciaal voor jullie heel veel bloemetjes en liefde van ons. En jullie zijn lieve schatten. En ik vind het heel leuk om te helpen met Reinders. En af en toe met de modeshows. En waar het nodig is. Super fijn altijd met jullie. En jullie zijn gewoon hele lieve, gezellige nichtjes. En een hele dikke kus van ons. En we houden van jullie. Dag! Oh, typisch iets voor Frey om dan een locatie te zoeken met roze op de achtergrond. Ja. Dat jullie misschien niet hebben meegekregen. We gaan normaal als we 25 werden, zouden we alles in roze gaan doen. Ja, we hadden alles geregeld. Onze outfits, iedereen had ook al de outfits geregeld voor zichzelf. Iedereen kwam in het roze. Maar lieve duifjes, echt zo lief. Dat jullie helemaal naar die tulpen ook zijn gegaan. En ook hebben onthouden dat jullie dan moesten filmen. En dankjewel Frey voor het altijd helpen bij onze sample sales, modeshows. Hij heeft altijd de moeilijkste taak bij onze modeshows. Ja. Namelijk het einde van de modellen. Echt stressvol, ik doe het er niet na. Nee. Ik sta er altijd wel naast, maar we kunnen het helemaal 100% aan Frey vertrouwen. Dus, en het allerleukste keer dat Frey een keer bij onze show petticoat aan moest. Totaal niet haar stijl. En dat heeft ze toen toch gedaan. Dus ook daar nog heel erg bedankt voor duif. En dus iedereen support is altijd hartstikke lief. Ja, en we houden ook heel veel van jullie. Lieve kleine duifje ook. Die daar stond. Hoi Julie en Marie. Gefeliciteerd met jullie 25e verjaardag. Gefeliciteerd Julie en Marie. Helaas kunnen we het niet vieren vandaag. Maar ik hoop alsnog dat we het kunnen inhalen. Zo snel mogelijk, hè? Ja. Missen jullie Julie en Marie? Ja. Ja, hè? We missen jullie. Heel veel plezier vandaag. Dikke kus. Die kleine Ocean en Sky. Harry bent ook een van onze beste vriendinnetjes. Dankjewel daarvoor. En ja, we love Sky en Ocean ook so much. Ja, we hebben zoveel leuke herinneringen samen. Ook gewoon privé, maar ook onze zakentrips altijd. Dat we mooie shootlocaties hebben. En dat onze hele outfit en onze make-up gewoon on fleek zit. En Harry support ons ook altijd overal. Altijd, al sinds het begin. Toen we nog niet zulke goede vriendinnetjes waren, support Harry ons ook al. En nu nog steeds meer. Wij haar ook. We zijn super trots ook op Harm. En dat ze allemaal bereikt heeft tot nu toe met twee kids. Doe dat maar een keer na, weet je wel. Hoeveel ze aan het werk is. En wij missen jullie ook echt onwijs ontzettend. And we love you. Take 500 en actie. Lieve Julie Marie, daar zitten jullie dan. Ondanks het feit dat dit jaar niet jullie verjaardag kunnen vieren. Vriendinnen gaat van school op afstand voor jullie. Met een hoedje voor Julie en een hoedje voor Marie. Zoals jullie zien, de ballonnen, de gezelligheid is altijd aanwezig. Dus ik zou zeggen. Alvast gefeliciteerd met jullie verjaardag. Ik heb de kaarsjes. Oh Jan. We zeiden al hiervoor hè, dat we met Jan niet zouden huilen. Want die verzint het toch maar elke keer weer. Dankjewel voor jouw te gekke filmpjes, te gekke acties, te gekke humor. Je laat ons altijd lachen. Ja. Met jouw rare ideeën. Nou rare, het zijn eigenlijk hele goede ideeën die je een keer moet uitwerken. Tip van ons voor jou. Dankjewel voor die gekkigheid. En dat je zoveel moeite hebt gedaan. Nou, je kan wel Jezus begrijpen waarvoor we altijd heel erg lol hebben met Jan. En die herinnering die we hebben is eigenlijk alleen maar lachen. Ja. Dus het is ook echt typisch Jan dat hij dit weer doet. Echt, we waarderen enorm. Dankjewel hiervoor. Ik ben ook echt benieuwd hoeveel Tessie hier inderdaad heeft gedaan dat ze gezicht in de taart had. Oh, die geweldige. En die ballon op die kaarsjes. Nou, we love you crazy.
Lieve Julie en Marie, gefeliciteerd met jullie 25e verjaardag. Mam, wat is jouw mooiste memory? Nou, mijn mooiste memory is natuurlijk dat ik bij de geboorte aanwezig mocht zijn van Marie en Julie. Ik denk dat wel echt de vakantie die we samen allemaal als familie hebben gehad. Ibiza, Zwitserland. Skiën samen, ja, was echt sleeën. Disney film kijken, met de Bretts hebben gespeeld. En nu ook helpen met de modeshows en de sample sales. Ik weet zeker dat we, als we elkaar weer zien, dat we een heel leuk feest gaan hebben. Want Laila doet altijd een party in pink. Ja, om de 5 jaar heeft Laila een party in pink. Voor iedere kindje wat daar komt en voor iedere ouder ook. Iedereen is dan in het roze. Eigenlijk zou het dit jaar ook weer plaatsvinden. Maar ja, zoals iedereen het wel weet, we doen het nu eventjes de party online. Maar voor jullie allebei een hele fijne dag toegewenst. We hopen jullie snel weer te zien. Absoluut. En de cadeautjes krijgen via de post. En we gaan in andere tijden zeker de verjaardag ook vieren. Yes! Bye bye! Bye bye! Prettige dag! Oh, onze lieve tante Tanja die er inderdaad bij was bij de geboorte. Dat zie je denk ik ook in de filmpjes voorbij komen vroeger. We hebben heel veel jeugdsentiment filmpjes ertussen gedaan van onze jeugd. Ook vonden we leuk. En lieve Liz ook. Ook zo trots op jou. Die gaat binnenkort naar Zwitserland verhuizen. Dus we gaan je heel erg missen. Ja. Maar ja, als we lang weer ouder worden, gaat natuurlijk iedereen een beetje aan zijn eigen toekomst denken. En ook een beetje eigen stap ondernemen. Dus dat hoort er ook bij. En we kunnen niet wachten om jou met Guillaume in je mooie huisje in Zwitserland op te zoeken. En meer nieuwe herinneringen te maken samen. En we houden ook heel veel van jullie. Ja. Super lief dat jullie ook de tijd weer hebben genomen om het filmpje op te nemen. Liefies, van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag. Ik vind het onwijs jammer dat ik hier zit en jullie daar. En dat ik je niet persoonlijk kan feliciteren met een knuffel en een kus en een cadeautje. En dat we het feestje hadden kunnen vieren zoals jullie gepland hadden. Maar we gaan dit natuurlijk dubbel en dwars overdoen. En dan gaan we er echt een dag van maken om nooit te vergeten. Ik kan niet wachten. Ik kan sowieso niet wachten om jullie gewoon weer persoonlijk te zien. Ik mis onze avondjes uit. Dat we lekker gaan dineren. Dat we echt uren kletsen. We raken eigenlijk nooit uitgekletst. We hebben leuke gesprekken. Gewoon over het leven. I love it. En ik hou van onze spontane acties. Dat jullie mij een appje sturen. Lau, we gaan nu naar Palladium. Kom je ook? Hey, kom, we gaan nu naar de Chin Chin. Kom ook. Zo spontaan en gezellig. En ik mis dat. Dus ik kan niet wachten om dat weer op te pakken met jullie wanneer deze corona-omstandigheden hopelijk ooit een keertje verdwijnen. Buiten dat ik jullie natuurlijk een hele fijne dag toewens. Met veel liefde met jullie vriendjes en jullie familie. Wil ik ook zeggen dat ik ontzettend trots ben op jullie. Weet je, met jullie eigen label, jullie eigen bedrijf Reinders, hoe ontzettend hard jullie aan het vlammen zijn. Jullie zijn een mega grote inspiratie voor velen. Echt een voorbeeld. En ik kan enorm van jullie genieten. Ik vind het ook fantastisch om te zien hoe jullie die groei hebben doorgemaakt. Te bedenken dat ik jullie heb leren kennen toen jullie volgens mij 15, 16 waren. En toen de droom hadden om dit te gaan neerzetten. En kijk waar jullie nu staan. Ja, echt mega trots. Ook ben ik dankbaar dat ik jullie als vriendinnetjes mag beschouwen. De laatste 2 jaar zijn we heel close geworden. En ja, ben ik enorm blij met onze vriendschap. Voor nu, terwijl we die afstand hebben. Julie, ben ik jou enorm dankbaar dat wij samen aan het sporten zijn. Je motiveert mij, ik motiveer jou. En zo behalen wij onze 3 keer krachtmeesters live sessie. Iedere maandag, iedere woensdag, iedere vrijdag. We zijn zo goed bezig en dat gaan we vasthouden. Dat wanneer deze hele crisisperiode voorbij is, dat we gewoon helemaal bikini ready zijn. Alhoewel, dat ben jij al. Ik nog niet. Maar goed, samen sporten vind ik leuk. Zo heb ik echt het gevoel alsof we samen zijn. En met Marie, ik vind het zo heerlijk dat we laatst ook 1 uur lang alleen maar filmpjes naar elkaar aan het sturen waren. Met die stomme Snapchat spelletjes en filters. I love it. Jij in je bed, ik in mijn bed. En dan gewoon urenlang dat soort filmpjes naar elkaar sturen. Ik kan daar zo enorm van genieten. En dan moet ik natuurlijk ook nog wel even zeggen, hallo. Jullie zijn mega knap. Maar dat weet je, want dat zeg ik 100.000 keer tegen jullie. Maar jullie zijn ook nog super lief. Echt lief. Jullie hebben het hart op de goede plek. En jullie zijn zo lief en zo gunnend en zo meedenkend dat ik jullie heel uniek en heel bijzonder vind. En er zijn er niet veel zoals jullie. Dikke kus, geniet van jullie dag en tot snel. Doei! Jeetje, wat doet ook. Ja, nee, Lau hebben we inderdaad echt sinds we Reinders zijn begonnen was altijd eigenlijk onze promotor. Die heeft ons altijd gespoord qua Reinders zijnde. Nou, het gekke is, wij keken altijd op naar Lau, omdat we haar dus van fietsen vette verloofde kenden van TV. En wij vonden haar dus ook altijd een super eerlijk, oprecht, leuk, knap persoon. En dat keken we altijd. En toen stonden we dus voor het eerst met Reinders op de modefabriek. En toen kwam Laura ook langs. Ze heeft nog ons gepoord om het te vloggen. En we zijn elkaar later weer tegengekomen. Ook omdat wij nu wat ouder
ouder zijn natuurlijk. Ja, toen waren we nog wat jonger. En ja, Laura heeft zo'n goed hart ook. En ze is hartstikke nuchter. Ze is hartstikke eerlijk. Het leuke is ook van Laura is dat ze nog steeds dezelfde persoon is die wij toen hebben ontmoet. Zij is hetzelfde als ons. Ze gunt ons ook alles. Wij gunnen haar ook alles. We helpen elkaar altijd. Er is geen vorm van jaloezie of afgunst. En wij waarderen Laura enorm. Ondanks haar nu pas echt 2 jaar echt heel goed kennen, is ze echt wel heel waardevol voor ons. En inderdaad, we hopen heel veel nieuwe herinneringen te maken. Want wij kunnen urenlang eten. Want Lau is natuurlijk Italiaans, je houdt ook van eten. En wij ook. Dus urenlang eten en kletsen. Dus we hopen dat we je snel weer zien. Lau, we houden heel veel van jou. En waarderen onze vriendschap enorm. Hoe oud zijn je zusjes geworden? 2 jaar al. Lieve schat. Hoera! Weet je hoeveel jaar ze zijn geworden, Jan? 2 jaar. Zeg eens Tanja. Tata. Aardbei. Aardbei. Papa. Papa. Mama. Mama. Zeg eens aardbei. Aardbeien. Aardbeien. Zeg Tanja. Kennen. Hè? Andy. Andy. Laila. Laila. Lieve, 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 lieve beste vriendinnetjes, hartelijk gefeliciteerd met jullie verjaardag. Ja, ik ben natuurlijk gewoon net roze, want jullie pinkparty gaat dan wel niet door. Maar ja, ik ben de 15 jaar, hebben we jullie verjaardag nog nooit overgeslagen. Dus we gaan vandaag ook gewoon vieren, al is het op afstand, al moet ik voor het hek blijven. Maakt me niet uit, ik kom langs. Nou, en omdat jullie vandaag 25 zijn geworden, leek het ons allemaal leuk om de allerleukste herinneringen eventjes naar boven te halen met elkaar. We hebben elkaar natuurlijk leren kennen toen we wel vrij jong waren, rond 11 jaar. We zaten natuurlijk toen echt vol in de puberteit. Dus we hebben echt de allerraarste dingen samen meegemaakt en samen gedaan en uitgevroten. Dus ik zou eigenlijk niet weten waar ik moet beginnen. Maar om te beginnen zagen wij er ongeveer zo uit. Classy. Ja, en verder kochten wij altijd samen sieraadjes om onze vriendschap te laten zien aan iedereen. We leerden elkaar kennen en we wisten eigenlijk gelijk dat we echt voor altijd vriendinnen zouden blijven. En dat is echt, ja, dat is heel bijzonder, vind ik. Of we waren met onze eerste vriendjes. Echt, werden we opgehaald in Eroxen. Ik voel wat voor kattenkamer we hebben uitgehaald. Want we mochten van onze ouders eigenlijk niet zo heel veel. Maar het veel gebeurde toch wel. Sorry Laila, sorry mama. Just happened. Dus daar kwam ook bij dat we bij ons alle drie. Volgens mij was ik erbij dat Marie de eerste kus had. Ik was volgens mij bij dat Jules de eerste kus had. Mijn eerste kus waren zij het getuige van. We hebben samen op dansen gezeten. Nou, dat was echt. Dat was ook weer zoiets. Dan gingen we naar uitvoering. En dan had ik op het podium dat ik toch niet zo zin. Heb ik Jules en Marie gewoon met z'n tweeën in een eentje laten dansen. Die haatte mij na de show. Maar goed, ja, het is happened. Nou, dan heb ik hier nog Tessel. Daar zijn we ook nog geweest in het schoolreisje. En daar hebben we ook weer de gekste dingen mee gemaakt. Want ik weet nog heel goed, volgens mij 2 zomers daarvoor leerde Marie Jaim kennen. En dat was ook heel leuk gegaan. Daar was ik natuurlijk ook getuige van. Toen zaten we op een handdoek op het strand. En toen kreeg Marie een sms'je of zo. Of ze verkering wilde. Nou ja, dat was ook zo leuk. Marie die scheet in de broek echt 10 kleuren. Dat was zo leuk. Roof van slaapfeestjes. We sliepen elke dag met z'n drieën. Nou, dat laat ik niet te lang zien. Dat zijn zo kleine foto's. Maar echt de grootste lol. Oh, dat kan echt niet dit. We lachen, gieren, brullen elke avond. En we zijn natuurlijk ook inmiddels volwassen geworden. Meer volwassen goals gaan behalen. Zoals we hebben samen ons rijbewijs gehaald. En de eerste auto gekocht. En we zijn samen naar Ibiza geweest. Dat was ook echt heel leuk. En Marie ging toen voor het eerst samenwonen. En Jules ging voor het eerst samenwonen. Ik ging voor het eerst samenwonen. Ja, en verder, ze zeggen natuurlijk dat je als je na 10 jaar nog steeds vriendinnen bent, dat je dan voor je leven lang vriendinnen bent. Dus dat hoop ik maar. En ik denk ook dat zeker goed gaat komen. Want ja, ik denk dat we elkaar ontzettend goed aanvoelen. En we kunnen alles tegen elkaar zeggen. We begrijpen elkaar heel erg goed. En ja, jullie zijn er echt altijd voor mij. En ik ben er altijd voor jullie. Ik zei het laatst nog tegen jullie. Als jullie mij bellen, sta ik binnen 2 minuten voor jullie deur. Maakt niet uit waar, wanneer, hoe laat. En ik hou ontzettend veel van jullie. En nogmaals, happy birthday. En ik zie jullie zo meteen. Mwah.
Ja, Loes is ook een van onze oudste vriendinnetjes. Oudste, ik bedoel die we het langst die kennen. Kootje kennen we echt van ons 4 tot 10 jaar. En daarna zijn we eigenlijk een beetje uit elkaar gegroeid. En Loesje kwam eigenlijk op het moment dat we precies op de middelbare school zaten in die puberteitfase. We hebben echt duizenden herinneringen samen. Ja. Dus het is ook echt heel waardevol voor ons. Echt onwijs. Het is een van de vriendinnetjes die ook natuurlijk moeten doorstaan dat wij natuurlijk onze eigen merk kregen. En dat, dat was natuurlijk best wel lastig, denk ik ook, om dat aan te zien bij ons. Dat wij het helemaal gingen opstarten. Maar ze is altijd zo supportive geweest. En nooit afgunst. Nee. En ze heeft ons altijd gesupport. En wij haar ook. En wij kunnen gewoon heel goed met elkaar praten. Maar ook lachen. We kunnen echt gieren brullen. Ik heb echt zo vaak al in mijn broek gepist van het lachen. Aangezien we zoveel stoute dingen vroeger hebben gedaan. Maar ook gewoon drank hadden gestolen. En dat we die op het hockeyveld dan samen gingen opdrinken. Dat is niet heel slim voor de mensen die kijken. Nee. Maar goed, weet je. We hebben zoveel dingen met Loes gemaakt. En die zijn ons zo dierbaar. Van, we hebben ook veel gehuild. Maar ook veel gelachen. Want in de tussentijd zijn natuurlijk ook dingen gebeurd wat we minder leuk vonden. Maar ze is altijd ons beste vriendje gebleven. Ja. En dat zal ook zeker altijd zo blijven, Loes. Ja. Dus we houden heel veel van jou. En dankjewel voor het Touch of Pink. Je kent ons zo goed ook. En love you bestie. We love you bestie. Mwah. Happy birthday! Gefeliciteerd! Wij hebben hier een leuke party in pink met z'n drietjes, maar dan at home. Kijk even naar onze nagels, armbandjes, make-up. Alles is roze! Onze leukste herinneringen aan Michiel en Marie. Alles. 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 Ja, alles is gewoon ontzettend leuk en ontzettend gaaf. We mogen alles van dichtbij meemaken. Ja, wij helpen heel vaak mee met de modeshows, het inpakken van de bestellingen. Dus dat is voor ons als nichtjes natuurlijk en voor de andere nichtjes en neven gewoon zo leuk om te kunnen doen. Ja, en te kunnen meemaken en te mogen zien van dichtbij. Het is gewoon ontzettend leuk en we zijn ontzettend trots op hoe ver ze zijn gekomen en hoe ver ze zullen gaan natuurlijk. Ja. En ontzettend zonde natuurlijk van de Pink Party, maar... Gaan we gewoon weer overdoen. 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 In betere kleding. Ja. Iets meer ons best. Maar gefeliciteerd, Julie Marie. Happy birthday. We are very proud and excited. Love you. Love you so much. Bye. Bye. Oh, ook weer zo, zo lief. Kleine Jetje die inmiddels niet meer zo klein is. Nee, we noemen dat nog steeds Jetje. Maar eigenlijk kan dat 5 jaar al lang niet meer. Nee, lieve Juliette, Lauren, Louis. Super lief dat jullie ook weer roze hebben aangedaan. En zelfs Loes een nagel is gelakt. En het is zo leuk om te zien dat Lauren nu super een goede mama is geworden. En hoe goed ze met Lou omgaat. En om Jet te zien hoe goed ze ook bezig is. En met school en haar eigen dingen. En gewoon dat ze altijd gewoon haar best doet. Ook. En ook voor iedereen staat altijd zo voor ons klaar, voor onze familie. Dat we die hebben zo enorm dat we niet weten. Dus dank jullie wel daarvoor. Ja, super lief. Ook, wij houden heel van jullie. We doen iedere keer hetzelfde. Heel lief. Ik weet niet wie er nog meer. Hoi, Julie en Marie. Ten eerste gefeliciteerd met jullie verjaardag. En ik hoop dat het een leuke dag wordt. Ondanks dat het allemaal een beetje raar is deze tijd. Anders hadden we een leuk feest bij jullie gehad. Ik ben Carola. Ik ben de tante van Julie en Marie. En ik help altijd heel gezellig bij de sample sale. En dan hebben we het altijd heel gezellig en leuk. Dus ja, ik hoop dat jullie een fijne dag hebben. En jullie zijn hele lieve nichtjes. En we hebben het altijd leuk met de hele familie. Dus ik hoop dat er snel een feestje kan komen. Veel plezier vandaag. Dag. Oh, super lief, Krol. Wat Krol zegt, die helpt ons altijd zo goed mee op de sample sales. Niet normaal. Die heeft altijd haar eigen zaak gehad. En die kan gewoon zo goed verkopen. Alles wat zij geeft aan de meisjes daar. Verkoopt ze en trekt ze weer aan. En de nieuwste dingen. Het is gewoon zo leuk dat onze hele familie zo ook met mode bezig is. En ons zo support en ook weet waar we mee bezig zijn. En onze kleding willen dragen en willen helpen. Dus ja. Dankjewel voor deze lieve felicitatie. En ja, super lief. Lieve Jill en Marie, happy birthday met jullie 25e verjaardag. Ja, de dag was iets anders gepland, dat weet ik. Met veel rolls, veel mensen en een hoop gezelligheid. Maar helaas dat het dan nu toch maar even op deze manier moet. Ik wil jullie in ieder geval een hele fijne dag wensen. En ik wil jullie er even op wijzen hoe ontzettend veel respect ik voor jullie heb. Ik ben er natuurlijk een aantal keer per jaar bij. En dan zie ik hoe onwijs hard jullie werken en met hoeveel passie. En dat inspireert enorm. Maar wat ik denk ik nog wel het allerleukste vind, is dat ondanks al het succes, ondanks dat jullie zo ongelooflijk knap zijn allebei, dat jullie altijd zo lief blijven en bescheiden. Dat is iets waar ik zelf heel veel waarde aan hecht. Dus als ik dat zie bij 2 jonge meiden en zeker zoals jullie, die alles mee hebben. En ja, dat vind ik alleen maar een onwijs mooie eigenschap. En dat wil ik jullie even meegeven op jullie 25e verjaardag. Ik hoop dat jullie er een super mooie dag van maken. En ik gun jullie nog heel veel jaar op deze manier. Hele dikke kus, meiden. Love you.
Onze lieve Noon. Noon kennen we al heel lang. We hebben een keer een shoot gedaan voor Paul Warmer samen. Maar sinds we Reiners hebben, doet ze onze fotoshoots, fotografie. Ze heeft zelfs een keer een lookbook voor ons gemaakt. En daarom is onze band zo close geworden. En ze is ook zo'n creatief persoon om bij ons te hebben. Dus we hebben ook heel veel respect voor wat zij allemaal voor ons doet. Ja, Tyrone inspireert ons ook enorm. En ze laat ook altijd andere dingen zien. En ze doet echt out of the box denken. Ja. Ook met ons samen weer nieuwe campagnes bedenken. Dus ook mede dankzij jou is Reiners ook zo succesvol. Want als we jouw fotografie niet hadden en jouw inspiratie, hadden we misschien nooit zoveel bereik of leuke reacties gehad op onze kleding. En zo mooi kunnen overbrengen. Dus wij waarderen jou ook enorm. En ook je werk, maar ook gewoon hoe je tegen ons bent en hoe lief we eigenlijk met elkaar en hoe hard je ook werkt van 5 uur 's nachts tot 22:00 Liefst, en dan gaat hij nog door tot 5 uur 's nachts met onze shoot. Dat is echt, Tyrone helpt ons echt door de ellende heen als we geen zin meer hebben. Ja. Dus ze ligt op de straat, maakt niet uit. Ze dus, steekt regen over. Dus dankjewel even, Noon. En we love you too. Ja, we hopen heel lang nog samen te werken. Ik ben Victoria, nichtje van Sjoe en Marie. En ik weet nog heel goed dat jullie ongeveer 6 of 7 jaar geleden aan ons hebben verteld aan de keukentafel bij Leiden dat jullie Reiners gingen beginnen. Op dat moment hebben jullie echt je droom waargemaakt. En ik heb ook de meest leuke herinneringen aan alle fashion shows die we samen hebben gedaan. En ik hoop op een super mooi jaar voor jullie allebei. Love you. Ons lieve Vikje. Ja, die noemen we ook nog steeds Vikje. Ja. Ook niet meer klein is. Nee, Victoria, ja, echt, die helpt ons ook altijd. Echt wat ik zeg, onze familie, I can't. Het is gewoon niet normaal hoeveel liefde en support we krijgen. Iedereen krijgen. En Vikje is ook onwijs goed bezig met haar school. Dus ze is er niet heel vaak in onze vlogs voorbij komen. Aangezien ze ook gewoon mega druk is zelf met studeren en haar eigen dromen waar te maken. Maar dankjewel je voor. We waarderen enorm dat ze ook dit filmpje voor ons heeft gemaakt. Love you. Marietje, Sjoertje, gefeliciteerd met jullie verjaardag. Elf juli. Ah, ja, voor heel veel mensen zou dit misschien heel kort zijn. Maar jij, ten eerste, is niet voor de camera gemaakt. En hij vindt het ook helemaal niet leuk, ongemakkelijk. Dus ik waardeer enorm dat hij dit voor mij, maar ook voor Sjoe wil doen. Ja. Want ik weet dat het echt uit zijn comfortzone is. En dat hij het vreselijk vindt. Maar jij, dankjewel dat je mijn zusje zo gelukkig maakt. En die hou ik ook met huilen. En we love you. We love you all. Ja, dank jullie wel allemaal voor deze hele, hele lieve berichtjes. Het is echt niet normaal hoeveel liefde wij van jullie ontvangen. En hoe erg we de support op onze 50ste verjaardag. Dat wij zoveel lieve en dierbare mensen om ons heen hebben. Dat waarderen wij enorm. En het is echt wel heel fijn dat we dus nu in deze tijd nog een beetje onze verjaardag kunnen vieren. Maar dan via de online. Dus dank jullie wel allemaal en we love you. En we vonden het toch wel heel leuk om dat zo te doen eigenlijk. Om te reageren op jullie eerste reacties. We hebben het hier voor nog niet gezien, zoals jullie kunnen zien. Dus dank jullie wel hiervoor. En op naar love, 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 love. Van ons. Hoe gaan de komende 5 jaar eruit zien? Onze 30ste verjaardag. Nou, dan hoop ik dat we allebei heel gelukkig zijn nog steeds in de liefde. Dat de Reiners nog steeds bestaat. Dat we ook ontzettend zijn gegroeid qua werk zijn, maar ook gewoon qua persoonlijkheid. En we hebben natuurlijk denk ik dan wel kindjes. Ik hoop het wel. Ik hoop dat we minimaal dan wel ieder 2 kinderen hebben. Want we willen gewoon zoveel mogelijk baby's maken. En de Reiners van Flamand en Stoppelaar kant helemaal uitbreiden. En mee dat we ook baby's krijgen. Ik denk dat één fase wordt dat wij zo erg mooi gaan vinden. Dus dat vinden we heel erg leuk om, we wachten de toekomst met elkaar te delen. Tot nu toe is 25 jaar zijn heel, heel speciaal geweest. Romee heeft een nieuw huis gekocht. Sjoe heeft een nieuw huis gekocht. Wil je nog dingen over jou zeggen? Ga ik zeggen? Nou, I love Marie. En I love Sjoe. We zitten toch aan elkaar, heel even aan elkaar vast. En ook met Romee hoor. Maar ja, we zijn gewoon heel hecht. En we groeien ook met elkaar gewoon. Ook onze interesses zijn nog steeds hetzelfde. We vullen elkaar gewoon heel goed aan wat we doen. Dus Tot oh god. Komt door al die filmpjes, we hebben dit erna opgenomen. We hebben hiervoor al die mooie filmpjes gekeken van onze familie en vrienden. Dus ik ben gewoon heel emotioneel, maar het was gewoon heel mooi. En Sjoe en ik weten hoeveel we elkaar houden. We hebben grappig feit, we hebben nooit voor elkaar cadeaus gekocht. We zijn het gewoon vergeten. Omdat we dachten, voor mezelf. Ja, alles wat ik koop is ook altijd voor mijn zij kopen we het hele jaar door. Daardoor. We gaan dit jaar wel een hele mooie ring ontwerpen voor ons beiden. En dan dachten we misschien een beetje een tas van Party Pink. Maar we moeten nog even kijken wat we gaan doen. En in de volgende week zie je alle cadeaus die we krijgen op afstand. We hebben nu gehoord dat je 11 mei toch met een groep van 10 mensen mag zitten. Dus gaan we toch een beetje vieren in shifts. Ja, in shifts. Dus dat ga je volgende week voorbij zien komen. We hebben toch nog een mooie taart van Maria geregeld. En een ballonnenmuur van Hippie Puree. Om toch een leuke foto voor jullie te maken. En ook het gevoel krijgen dat we jarig zijn. Dus al met al wordt dit een verjaardag om nooit te vergeten. Deze vlog is ook extra lang. Ik hoop dat jullie het oké vinden. Maar we vonden het zo leuk om iedereen te delen en al onze herinneringen. Dus een extra lange vlog voor jullie ook om ons verjaardag te vieren. En ik ben nog steeds aan mijn haar zitten. Sorry. Het irriteert mijzelf ook als ik de vlog terugkijk.
Het is gewoon. Daar heb ik mijn haar vastgemaakt. Daar vind ik mijn haar vast. En nou, ik vind het heel, heel fijn dat alle liefde die we krijgen van Reinders. En ook dat jullie ons altijd zo gesport hebben. Ook qua branding en ook gewoon qua kleding. En we hopen dat jullie het ook nog heel lang gaan doen. We doen ons onwijs ons best voor. We werken hartstikke hard voor jullie. En we hopen jullie allemaal weer te zien met de meet and greets. Als de corona weer voorbij is. En om dat alles we alle leuke tijden weer kunnen inhalen samen. Dus we houden van al onze dierbare naasten. Maar ook van de fans. En van de mensen die alles mogelijk maken van de reden waar we nu staan. Onze verkooppunten die ons supporten. Eigenlijk echt iedereen. Dus dankjewel daarvoor. En wij gaan nu lekker vandaag feest vieren. Nou, vanaf morgen 11 mei mag het. Dus we gaan vanaf morgen feest vieren. En dan mag het. Dan gaan we in shit onze verjaardag vieren. En dan gaan we alles voor jullie. Mike's cadeau ga je nog zien voor Marie in de volgende week vlog. Waar die zo hard aan heeft gewerkt. Ja. En al met al, het wordt een superleuke vlog volgende week. Alleen liefde, support en leuke dingen. Harley gaat ons make-up doen voor ons verjaardag. Dus we gaan ons wel echt jarig voelen. En we gaan het ook echt ondanks vieren. Ondanks corona gaan we ons helemaal in de glitterjurken. Op het top glam. Op het top glam. Zoals wij altijd zijn. Ik ben maar even jarig. Oké, we love you and thank you for watching.